Nog steeds vallen er scherven van het dak. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de rest instort. Een laagje sneeuw van 10 centimeter is deze kas fataal geworden. Doordat de kas niet gebruikt en verwarmd werd, bleef de sneeuw liggen. Toch is het vreemd dat een in 2006 gebouwde kas deze hoeveelheid sneeuw niet aan kan. Tuinder André van Winden uit Erica kon zich niet voorstellen dat de moderne kas door de sneeuw is ingestort en reed naar het Runderdal om het met eigen ogen te bekijken. Zoiets hebben we nog nooit gezien. Ik ben al 30 jaar kweker. Het is nog nooit voorgekomen. In ieder geval bij ons in de buurt niet. De eigenaar, die niet voor de camera wilde reageren, schat dat er voor 6 miljoen schade is. Hoeveel de verzekering vergoed is nog niet bekend. Vast staat wel dat de kas volgens de normen is gebouwd. Dat bevestigen de bouwer en de verzekeringsmaatschappij. Dat maakt het des te vreemder dat de kas toch is ingestort. Nou ja, als je kijkt hoeveel sneeuw erop ligt, dan zou je zeggen van 10, 15 centimeter sneeuw. En hoeveel moet zo'n kas kunnen hebben? Ja, volgens de verzekeringen moet die minimaal 25 centimeter kunnen hebben. Dus nou, volgens mij ligt dat er nou niet op. De eigenaar was net bezig met de installatie van een nieuwe verwarming. Die installatie was vanwege het winterse weer vertraagd. En zo is de sneeuw de kas dubbel fataal geworden.